Hartelijk welkom allemaal. We gaan vanavond weer verder met Bijbellezen. Ik ben hier met Michael en Jörg. En wij gaan verder bij Genesis en dan het 9e hoofdstuk. En we zijn vorige keer gebleven bij vers 22. Misschien pakken we hem iets eerder op. Misschien precies op 22, weet ik nog niet. Van Jörg heb ik van tevoren vandaag nog een aantal andere dingen gekregen waar hij het ook over wil gaan hebben. Dat mag Jörg straks zelf gaan vertellen waarom hij dat te berde wil brengen. Maar als eerste aan Jörg en Marge en Michael de gelegenheid om even hallo te zeggen tegen jullie allemaal. Ja, Michael zegt niks, dan zeg ik mal een keer iets. Ja, die kunnen we eruit knippen. Ja, da ist. Ik weet niet, Michael heeft dat misschien niet verstaan of zo. Je hebt toch het microfoon aan ons gegeven om ons voor te stellen. Dus ja. Iedereen welkom tot deze volgende Bijbellezing die we gaan doen. Terug in het boek Genesis. En wat ik doorgestuurd heb aan jou is in feite iets wat ik niet doorgestuurd heb aan Michael. Omdat Michael dat in feite zou moeten kennen. Want wij hebben deze dingen al besproken als wij een Duitse Bijbelstudie gedaan hebben. Een hele tijd geleden met Victor dan nog in de tijd mee bij. Mm-hmm. Want het gaat over dat wat komt in vers 23, die we straks gaan lezen. Genesis 9, vers 23. Ja. Maar voordat we daar in die dingen gaan ingaan, en Michael kan dat ja ook, omwille van dat je het scherm deelt, en dann kunnen ja ook die juiste teksten in het beeld zetten, of ik kan die teksten in het beeld zetten, als ik dann mijn scherm ga delen. Op die manier kan Michael da ook aan deel hebben, want dat is al een tijd geleden dat we die studie deden, en misschien herinnert hij zich dat allemaal niet meer goed, want dat is ja ook so veel dingen die we allemaal doen. Die Michael doet, die ik doe, die jij doet. En in dat opzicht zal ik maar zeggen van, dan kan hij daar ook terug aan participeren. Maar het zal hem direct terug binnenkomen als we daarover gaan beginnen, over deze interessante vers, Genesis 9, vers 23. Ik ben vooral vrij zeker, Perry, dat jij daar tot nu toe een ander begrip van hebt, wat daar bedoeld is. En dat kunnen we dan straks een keer uitleggen als we dat lezen. Maar eerst gaan we eens een keer naar Michael luisteren nu. Ja, welkom Michael. Ja, hi Perry, hi Jörg, hallo liebe Leusterers. Ja, der Volume war so ein bisschen minder dann verwacht, dus habe ich es nicht gehört, was ihr sagt. Und plötzlich war da kein Geläut und ich dachte, oh, muss ich nur iets sagen? Und dann war es Jörg an dem Mikrofon, dus helemaal geen Problem. Ich hoffe, dass ich later ein bisschen kann vertellen von die mooie Bijbelversen van Genesis. Genesis. Exact, Jamenta. Nou, dan pak ik nou de King James erbij. Ik ben hier aanbeland bij vers 22. Die staat nog geselecteerd. Dit is dus de King James Bijbel voor de kijkeraars. De online versie. De vertaling uit 1611. En zoals we dat iedere keer doen, Jörg leest een stukje voor uit de King James, dan pak ik het uit de Statenvertaling en dan Michael uit de Schlachterbibel 2000. En jij mag aftrappen, Jörg, als je wil. Ja, wat ik dus bedoelde was vers 22 die zo belangrijk was, maar we verleden keer tot aan vers 22 gelezen, dus ik zal eventjes herhalen en lees tot van vers 20 tot en met vers 23. Dan kunnen jullie dat ook al eens een keer voorbereiden in de Statenvertaling of in de Schlachter. And Noah began to be an husbandman, and he planted a vineyard, and he drank of the wine and was drunken, and he was uncovered within his tent. And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and told his two brethren without. And Shem and Japheth took a garment, and laid it upon their shoulders, and went backward, and covered the nakedness of their father. And their faces were backward, and they saw not their father's nakedness. Yes. En dan de Statenvertaling. En Noach begon een akkerman te zijn, en hij plantte een wijngaard. En hij dronk van dien wijn en werd dronken. En hij ontblootte zich in het midden zijner tent. En Cham, Kanaans vader, zag zijn vaders naaktheid, en hij gaf het zijn beiden broederen daarbuiten te kennen. Toen namen Sem en Jafet een kleed, en zij leidden het op hun beide schouderen, en gingen achterwaarts, en bedekten de naaktheid huns vaders, en hun aangezichten waren achterwaarts gekeerd, zodat ze de naaktheid huns vaders niet zagen. Dan op zijn Duits.
Ja, Michael, du liest nicht jetzt an je volume, dat je hoort als an je Bürgers, hè? Ja, ich bin so fair. Noah aber wurde nun ein Landmann und legte einen Weinberg an. Als er aber von dem Wein trank, wurde er betrunken und entblößte sich in seinem Zelt. Und Ham, der Vater Kanaans, sah die Blöße seines Vaters und erzählte es seinen beiden Brüdern draußen. Da nahmen Sem und Japhet das Gewand und legten es auf ihre Schultern und gingen rücklings und deckten die Blöße ihres Vaters zu und wandten ihre Angesichter ab, damit sie die Blöße ihres Vaters nicht sahen. Als nun Noah von dem Wein erwachte und erfuhr... Moment, das sollte fair. Ja, ich mute Volume, Leute, stellen. Ich kann nicht alles hören, was ihr vertellt. Ihr müsst das Volume so hart setzen, als das ihr wollt, aber ihr müsst auch natürlich ihr Mikrofon dämpfen, dass wir kein Rückkoppeln haben. Das ist auch, aber ihr müsst das so hart setzen, als das ihr wollt, der Junge. Kijk, we hebben nu tot en met vers 23 gelezen. Herinner je nog, als wij die Bijbelstudie gedaan hebben met Victor, dat we over deze versen bezig geweest zijn en die op een manier verstaan hebben dat we ook eerst zeiden van wij verstaan dat eigenlijk niet goed. En dat ik dan toen mee afkwam met een uitleg uit onder andere het boek Leviticus. Herinner je dat nog, Michael? Ja, dat hebben wij gedaan. Ik denk een jaar... Ja, een jaar geleden. Ja, speelt ja geen rol, hoe lang geleden. In elk geval, ik wil alleen nog maar weten of dat je nog herinnert wat we toen besproken hadden. Want ik weet niet, Perry, leg die snikker uit, als jij vers 22 leest. Mm-hmm. And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father and told his two brethren without. Wat verstaat jij wat dat wil zeggen? Hoe verstaat jij dat wat daar staat? Nou, dat Ham, die kwam die tent binnen en die zag dat zijn vader dronken en naakt op de grond lag. En hij verklikte dat, hij vertelde dat aan zijn twee broers. Zo lijkt het eigenlijk dat men dat zou moeten verstaan, nietwaar? Ja. Ja, ja. En er wordt in veel kerken wordt geleerd, want dat is toch een leer die ik al eens een keer gehoord heb ooit, dat het daarmee te doen had dat hij... zijn vader verkracht heeft. Ja? Want in vers 24 lezen we dan ja, and Noah awoke from his wine and knew that his younger son had done unto him. Ja? Die vers die Michael gerade noch, juist nog wilde lezen. Vers 24 daarmee bij. Ja? In de Statenvertaling is dat, wacht eens even. Ik heb hem hier. Ja, ik heb hem hier niet in de Statenvertaling. Doe maar. Nou, als je dus, jij kan het scherm van mij zien, hè? Maar vers 24, en Noach ontwaakte van zijn wijn en hij merkte wat zijn kleinste zoon hem gedaan had. Ja, en dus in veel kerken en online, weet ik veel wat, in Bijbelstudies en zo, werd heel vaak uitgelegd dat het in feite daarmee te doen had dat hij zijn vader verkracht zou hebben, dus gesodomeerd zou hebben. En dus als die vader wakker werd, ja, dan heeft hij dat natuurlijk gevoeld, hè? Want dat doet nogal pijn, hè? Ja. Als je als man verkracht wordt. En dat was zo het eerste begrip wat wij daarvan hadden. Maar dan zijn we later op iets anders gekomen. En vraag me nu niet meer hoe dat komt. Ik weet zelfs niet of het commentaar van Matthew Henry dat je in de e-sort in dat opzicht kunt gaan vinden, dat bijgedragen heeft. Maar ik wil graag een keer even nu mijn scherm gaan delen. Ja, en dan gaan jullie mijn scherm gaan zien. En als jullie mijn scherm zien, dan zegt het maar. En ik heb er hier de Statenvertaling nu open. Ja, kun je zien? Ja. Oké. Okay. Goed, dan gaan we eens een keer naar de Bible Index Searcher. Dat is een website waar je die Koning James Bijbel hebt. En daar kun je ieder woord hierboven ingeven. Ja? Mm-hmm. En dan in de ganze Bijbel zoeken of alleen in het Nieuwe of alleen in het Oude Testament. Ja, ja. Ik heb hier gezegd, zoek het woord nakedness, naaktheid, in de ganze Bijbel. Oké? Okay? En hij komt met deze resultaten in het Oude Testament en hier nog een paar meer in het Nieuwe. Maar belangrijk is dat we hier komen tot Leviticus 18. Ja? Daar leest hij hier. The nakedness of thy father's wife shalt thou not uncover. It is thy father's nakedness. Dat is dus Leviticus, dat is het derde boek Mose. Ja? Dat is het boek van de Leviten, ja? Van de priesterschap, of het priestervolk van de Israëlieten in den tijd. Het 18e kapitel, vers 8.
Als we dat een keer in Duits gaan lezen, daar heb ik dat hier ook voorbereid. En ik heb dat ook in Vlaams voorbereid, dus in de Statenvertaling. Leviticus 18 leest vers 8. Jij zult de schaamte der huisvrouw uws vaders niet ontdekken. Het is de schaamte uws vaders. Oké. Dat zijn dus dezelfde woorden, ja. De schaamte, hij ontdekte de schaamte van zijn vader, hè? Gelijk dat het in Genesis noemt, hè? Ja, ja. Vers 22, the father of Canaan saw the nakedness, hij zag de schaamte van zijn vader en vertelde zijn twee broers. Oké? Dus we spreken hier over dezelfde woorden. Maar wat betekenen die nu? Alleen dat hem zijn vader naakt ziet, wat is daar nu zo erg aan? Ik bedoel, als ik kind was, heb ik mijn vader ook naakt gezien als ik in de badkamer was. We hadden een kleine badkamer en af en toe gebeurde dat mijn vader juist in de douche stond. En ik daarnaast, wel heb ik zijn naaktheid gezien. En dan heeft hij mij ook gezien. En dan, ik heb dat zover niemand niet verteld, maar wat is daar nu erg aan? Ik heb mij altijd gevraagd, wat is daar nu erg aan? Want nakedness, dat verbind je in de eerste plaats met als ik iemand naakt zie, nietwaar? Voilà, dus dan gaan we dus naar 3. Mose 18. Ja, du sollst die Scham der Frau deines Vaters nicht entblößen, denn es ist die Scham deines Vaters. Ah, dann zegt das, in Deutsch wird es allen ein keer wat deutlicher. Du sollst die Scham der Frau deines Vaters nicht entblößen, staat hier. The nakedness of your father ist die Scham van de Frau. Dus in feite will dat zeggen, en dat is in feite die punt waar het op neerkomt, je mocht niet verkeer hebben met de vrouw van je vader. Wat dus Genesis kapitel 9 vers 22 ons vertelt hier, is dat Ham, de vader van Kanaan, seksuele betrekkingen had met zijn vaders vrouw. Daardoor zag hij de nakedness van zijn vader. Dat is zo geschreven, zo vertaald, maar dat betekent dat uiteindelijk. Je kunt het niet anders verstaan als je naar die verschillende vertalingen gaat. En als je dan hier naar de uitleg in Leviticus gaat. Dus als je zegt van, kijk, ik versta dan niet meer dat woord nakedness. En je geeft dan dat woord nakedness in de Bijbelzoekmachine in. Dan komt die met heel veel verschillende plaatsen. En we gaan hier in die andere versen 9, 10, 11, 12 en zo verder gaan we ook daarover spreken. Het gaat hier over de incestgeboden. Die later gemaakt worden. Die op een bepaald ogenblik natuurlijk in de Bijbel niet van gelding waren. Want uiteindelijk moesten die paar mensen die toen na de vloed overleefd hadden, de hele wereld bevolkeren. Ja, ja. Hoe moeten ze dat doen als ze alleen maar met één vrouw slapen? Dat is moeilijk, hè? Ja? Je gaat pas door je, bij wijze van spreken, te mengen onder elkaar, ga je ook eens een keer diversiteit creëren. Hè? Ja? Dus je hebt incest gehad. En nu mag iedereen zeggen van, ja maar Jörg, dat is toch allemaal niet waar. Ja maar sorry, in het begin waren Adam en Eva die enige twee. Wat denk jij hoe dat die wereld bevolkerd hebben? Ja, daar heeft ook de familie het binnenin bij wijze van spreken gedaan. Heeft dat wat wij vandaag de dag incest noemen gedreven. Nu, op een bepaald ogenblik heeft God deze incest stopgezet. En heeft hem gezegd van, dat mag niet meer. Waarom? Omdat wij genetisch zo afgebouwd hebben daardoor, dat wij tot afleidingen, of dat het tot afleidingen zou kunnen leiden. Ja. Zoals je dat vandaag de dag hebt, bij wijze van spreken. Als een man met zijn zuster slaapt en die krijgen een kind, dan is dat kind genetisch niet gezond. Ja? En dat uit zich vaak in ziektes en dergelijke dingen meer. Dat is omwille van dat wij van de originele genetische code die wij van God gekregen hebben, zo afgevallen zijn ondertussen, dat we daar niks meer aan kunnen doen. In het begin ging dat nog. Anders kosten we de wereld niet bevolkeren. Uiteindelijk, en dat is denk ik ook een heel belangrijk punt waar men eventjes een keer bij stil zou staan. Uiteindelijk is elke vrouw van een man zijn zus. Want we komen allemaal van dezelfde familie. We hebben ja daarvoor al gelezen dat God tegen de mensen gezegd heeft die uit de ark gekomen zijn, tegen Noah, zijn vrouw, tegen zijn drie zonen en die zijn drie vrouwen, verspreid u over de hele wereld, wees vruchtbaar en vermenigvuldig u. Ja? Dus we komen allemaal van die af, dus we zijn allemaal verwant. Jezus heeft ja niks van niks gezegd dat wij allemaal broers en zussen zijn. Ja, ja. Maar hij bedoelde dan natuurlijk nog met die beperking broers en zussen in de geest, in de waarheid, in Jezus Christus. Ja.
Diejenigen, die Jesus Christus herkennen, zijn de ware broers en zussen. Maar uiteindelijk zijn we allemaal broers en zussen op deze aarde, omdat we allemaal van één bloed gemaakt zijn. Dat staat ook in de Bijbel. God heeft alles van één bloed gemaakt. Ja? Die discussie hebben we ook al gehad, als we over rassen en zo gesproken hebben, dat rassen eigenlijk niet bestaan. Mm-hmm. Dus die vers die we nu aan het bespreken zijn, heeft zoveel diepgang, daar zouden we 2 of 3 uren alleen een Bijbelstudie over kunnen doen. Ja. Maar ik wil jullie daar niet mee vervelen, ik wil het niet te ver gaan drijven. Maar wat ik gedaan heb, is ik heb uit Eastward die commentaar van Matthew Henry eruit gekopieerd, in Engels, en heb die dan vertaald naar het Nederlands. Nu, ik heb die op voorhand niet gelezen. Omdat ik gewoon die tijd niet heb om nog een of andere voorbereiding te doen voor een Bijbelstudie of voor een andere lezing of zo. Ik heb de tijd gewoon weg niet meer. Mm-hmm. Maar ik dacht, het zou een keer interessant zijn om dat te kunnen gaan lezen. En vooral, Perry, wil ik aan jou een keer vragen, want aan Michael moet ik het niet echt vragen, want die heeft ja, gelijk dat we gezegd hebben, verleden jaar met Victor en mij die studie al gedaan. We zijn er al achter gekomen wat die betekenis is. Wat vind je nu ineens van deze betekenis in het licht van het boek Leviticus, derde Mose? Waar je leest, the nakedness of thy father's wife shalt thou not uncover, it is thy father's nakedness. So, thy father's nakedness, ja, dus de naaktheid van je vader, is de naaktheid van je vaders vrouw. Ja. En dat is precies wat we hier in Genesis 9 lezen. Ja. Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, wat de nakedness dus van zijn vaders vrouw is, en heeft zijn 2 broers verteld. Wat vind je van dat verstand nu dat je hier misschien nu gewonnen hebt? Ja, ik moet het. Dit is heel verrassend. Nu begrijp ik ook waarom je dus. Want vanmiddag zat ik dus te kijken naar die dingen die ik van jou kreeg uit Eastward. Mm-hmm. En nu kan ik het een beetje in de context plaatsen van waar jij op zou gaan aansturen. En dat is heel verrassend voor mij. Dit had ik niet verwacht. En ik. Ik weet ook nu nog niet zo snel wat ik er dan op moet zeggen. Het plaatst het in een ander licht. Absoluut, ja. Ineens krijg je een heel ander verstand. Je hebt een heel ander begrip van wat hier in de Bijbel staat. Hè. Je moet je hele denken eens een keer omgooien en zeggen van wauw, ik heb tot nu toe altijd dit en dit gedacht, maar het lijkt toch nu zus en zo te zijn. Mm-hmm. En dat is niet echt evident, hè, om dat direct allemaal te kunnen verwerken. Nu, ik heb hier Eastward open gedaan, deze middag al. Huh? En dan hebben we het hier dus in Leviticus, kapitel 18. Dat is overschreven met de titel Unlawful Sexual Relations. Dus onwettelijke seksuele betrekkingen. Mm-hmm. Daar heeft het over. En daar hebben we juist uit gelezen. Huh? Hier is de commentaar van Matthew Henry, die ik dan later gekopieerd heb. Ja. Dus als je hier vers 8 bijvoorbeeld hebt, ja, dan gaan we eens een keer die van Matthew Henry, die commentaar lezen. Tussen Leviticus kapitel 18, vers 6 en 18, waar het over deze onwettelijke seksuele betrekking gaat. Want dat is precies waarover Moses, Genesis kapitel 9, vers 22 gaat. Ja? En ik heb dat dus hier in het Engels en ik heb dat dan automatisch vertaald met Google Translate naar het Nederlands. En dan gaan we nu eens een keer voorlezen. En alsjeblieft, Perry, onderbreek mij. Als de vertaling niet goed genoeg is, of als je merkt, daar zijn fouten in of zo, ik zie dat niet altijd zelf. Ja, omdat ik dat dus echt gewoon, ik heb het gewoon copy-paste in Google Translator gedaan. Ik heb niet veel tijd om te zeggen van, laat ons dat dan vanavond eens een keer gaan bespreken. Maar voordat ik daaraan ga beginnen, wil ik natuurlijk wel even Michael vragen of dat hij nog een of andere opmerking over dat onderwerp misschien heeft. Want dat is hier geen Jörg-show, geen One-Man-show. Ja, ik moet altijd denken aan die Verhaal van Lot. Want Lot later, als die heute Sodom da verträgt, die was auch drunken, alkoholisiert. Ja, en dat is een staat die niet goed is, sondern gebeuren vreemde dingen. Dus altijd als ik die verhaal van Noah hoort met Ham, dan moet ik altijd aan Lot denken. Ja? Maar dat komt later. Ja. Wat dat hier dus in feite wil zeggen met Noah is, Noah was dus een boer geworden, hij heeft wijngaarden geplant en heeft van de wijngaarden zoveel alcohol gedronken, dat hij zich buiten bewustzijn gedronken heeft. Ja. En op den ogenblik, als hij zich buiten bewustzijn gedronken heeft, heeft zijn zoon met zijn vrouw geslapen.
Ja. Dat is in feite de punt waar het op neerkomt. Ja, als je een keer puntje bij paaltje zet, als je een keer, dat zo noemen gelijk dat het is. Ja? Dus kijk, Leviticus, dus derde boek Mose, kapitel 18, verse 6 tot 18, heeft Matthew Henry hier een commentaar op gegeven. Matthew Henry geeft overal een commentaar op. Dat is jetzt nu niet sarcastisch bedoeld. Nee, die heeft dus echt een commentaar tot de koning James geschreven. En heel vaak helpen zijn commentaren om dingen beter te begrijpen. Dus lezen we het een keer voor. Ja, het gaat hier over deze wetten, staat er hier. Deze wetten, dat wil dus zeggen, we spreken over welke wetten? We spreken over de wetten, gelijk het hier in Esau bovenaan staat. Ja, unlawful sexual relations. Dus wetten tegen onwettelijke seksuele relaties. Oké, daar gaat het over. Deze wetten hebben betrekking op de zevende gebod. Wat is het zevende gebod? Jij zult niet fornication doen. Hè? Je zult geen ontucht bedrijven. Hè? Ja, geen niet echt breken, staat er. Ja. Niet echt breken, ja. Dat is het zevende gebod. Ja? Deze wetten in Leviticus 18 hebben dus betrekking op het zevende gebod en zijn ongetwijfeld verplicht voor ons onder het evangelie, want ze zijn in overeenstemming met het licht van de natuur, en de natuurwet. Een van de artikelen, dat van een man die de vrouw van zijn vader heeft, de apostel spreekt van een zonde niet zozeer als genoemd onder de heidenen, 1 Korinther 5:1. Hoewel sommige van de verboden incidenten hier werden beoefend door een aantal specifieke personen onder de heidenen, werden sie nicht toegestaan en verafschuwd, tenzij onder de nazi's die barbaars waren geworden en volledig werden overgegeven aan gemeene genegenheden. 1. Korinther 5:1 zegt hem hier. Dan moeten we eens een keer even 1. Korinther 5:1 gaan openen. Wacht eens, we hebben hier het Nieuwe Testament. En dan hebben we 1. Korinther, kapitel 5, vers 1. Daar zegt hem, men hoort ranselijk dat er hoererij onder u is. En zodanige hoererij, die ook onder de heidenen niet genoemd wordt. Also dat er eens zijn vaders huisvrouw heeft. Ja? Dus met andere woorden, als de nakedness van zijn vader ziet. Ja? Ja. Hetzelfde gelijk dat we in Genesis 9 hebben. Rinkelt er een bel hoe je dat altijd op andere plaatsen in de Bijbel terug tegenkomt? Rinkelt er een bel als ik u altijd zeg van de Bijbel legt zichzelf uit? Maar het is niet dat je één vers leest en dat in de volgende vers dan uitgelegd wordt. Soms moet je zelfs van het Oude naar het Nieuwe Testament gaan. Waar je hier nog een keer een bevestiging krijgt van wat in Genesis kapitel 9 vers 22 staat. En wat in Leviticus kapitel 18 vers 6 en voortvolgende staat. Daar wordt hier nog eens een keer in 1 Korinthus 5 bevestigd. Ja. En dan, als men deze relaties pas ziet, dan kan men eigenlijk pas zeggen van ik versta de Bijbel. Anders hebben we geen verstand. Ja. En dat is alleen maar de Heilige Geest die ons in dit verstand leid. Ja. Hoewel sommige van die verboden incidenten hier werden beoefend door een aantal specifieke personen onder de heidenen, werden ze niet toegestaan en verafschuwd, tenzij onder de nazi's die barbaars waren geworden en volledig werden overgegeven aan gemeene genegenheden. Let op, datgene wat verboden is met betrekking tot de hier gespecifieerde relaties benadert hun om hun naaktheid aan het licht te brengen. Leviticus 18, 6. Ja? Wat is Leviticus 18, 6? Gaan we nog een keer gaan zien. Daar hadden we ja juist open gehad. 18, 6 zegt van, niemand zal tot enige nabestanden zijn vlees naderen om de schaamte te ontdekken. Ik ben de Heere. Ja? In Duits, niemand zal zich in irgendeiner seiner Blutsverwandten nahen, om ihre Scham zu entblößen. Ich bin der Herr. Was ist dann die Frau von meinem Vater? Ein Blutsverwandter, ne? Wir sind es nicht rechts tricks, weil ich gar nicht selbst davon hört, dass, und da haben wir tun auch alle hier drüber gesprochen, das ist gut möglich, omdat wir hier allein mal von der Frau von Noah sprechen. Wir sprechen nie von der Mutter von Cam. Auf Cam. Auf wie nennt man das? Wir sprechen nie von seiner Mutter, wir sprechen von der Frau von Noah. Das ist gut möglich, dass er een andere moeder had. En dat die vrouw van Noah op dat ogenblik een nieuwe vrouw was, omdat zijn andere vrouw gestorven was en hij teruggetrouwd was. Ja? En dat hem daarom
met haar geslapen heeft. Dus niet met zijn eigen moeder, maar met de nieuwe vrouw van zijn vader. Ja? Maar daarom nog geldt dat woord van de Heer hier in Leviticus 18,6. Niemand soll sich irgendeiner seiner Blutsverwandten nahen, um ihre Scham zu entblößen. Ich bin der Herr. Was wir in Flams daneben lesen. Auch niemand soll von enige Nahbestande seines Vlees nahe drin, um das Scham zu entdecken. Ich bin der Herr. Und wir lesen das dann auch in Engels. None of you shall approach to any that is near of kin to him, to uncover their nakedness. I am the Lord. Ja? Ja. Dus de Heere is daar heel, heel duidelijk in, die soort. Nu gaat het hier over vers 6. Het is vooral bedoeld om het trouwen van een van deze relaties te verbieden. En wat is trouwen in de Bijbelse zin? Dat moeten we ons altijd in het achterhoofd roepen. Mm-hmm. Trouwen in de Bijbelse zin is de gemeenschap hebben met elkaar. Ja. Man en vrouw die één vlees worden. Dat is trouwen in de Bijbel. Ja, we hebben het niet over trouwen in de wereld. Men kan een ring opsteken en een groot huwelijkstaart aansnijden en een dansje gaan doen en jippie-ja-jij, gelukkig zijn bij wijze van spreken, dat is helemaal heidens. Bijbels is als man en vrouw besluiten samen door het leven te gaan en één vlees te worden. Ja? En alles, elke keer waar je één vlees wordt en je trouwt er niet mee, dat is dus... Fornication, hoe zeggen ze? Ontucht. Wat is dat in Vlaanderen? Ontucht, ja? Ontucht, ja. Het breken van het zevende gebod. Ja. Dus het is vooral bedoeld om het trouwen van een van deze relaties te verbieden. Het huwelijk is een goddelijke instelling. Dit en de Sabbat, hallo. Dit en de Sabbat, de oudste van allemaal van gelijke status als de mens op aarde. Het is bedoeld voor het comfort van het menselijk leven en de fatsoenlijke en eervolle verspreiding van het menselijke ras, die de waardigheid van de menselijke natuur daarboven werd van de beesten. Yes. Het is een, ja, denk eens een keer aan de ratten. Hè? Mensen zeggen van, oh, die ratten of die konijnen, die vermenigvuldigen zich gelijk zotten. Ja, dat is omwille van dat die van incestwetten niks weten. Ja? Mm-hmm. En een heel schone bewijs daarvoor kan ik een keer aanbrengen, als always als bewijs kan tellen natuurlijk. Mm-hmm. Je kent misschien die televisieserie Friends van de eind jaren 90, begin jaren 2000. Ja, alleen van naam, maar meer niet. Ja. Nou goed, ik heb die serie ondertussen, dat zijn 10 afleveringen, ik heb ze compleet al zeker 8 of 9 keer compleet uitgekeken. Ik ken ze al zo goed als van buiten. Oh, ja. In de latere seizoenen is Phoebe, een van die 6 vrienden, met een man samen, met die ze dan later gaat trouwen. En ze heeft een rat in haar appartement, die ze een leuke naam geeft. En ze gaan deze rat gaan houden en deze rat blijkt ineens zwanger te zijn. En daar zijn kindjes van. Mm-hmm. En ze nemen die kindjes een avond mee op een feestje en dan gedragen die ze niet goed en dan gaan ze natuurlijk weg. En dan doet ze de box open en zegt van, nu moeten jullie gaan slapen. Ja, jij gaat van je zus af. En dan zegt die vriend van haar, die later dus haar man wordt, van, Phoebe, met ratten speelt dat niet zo'n rol. Of dat manneke of vrouwke is, of dat broer of zus, vader of moeder is, die gaan er maar voor, weet je? Ja. Anders als mensen, hè? Mensen hebben daar wetten voor, namelijk de wetten die God ons hier in Leviticus geeft. Bij veel beesten is dat niet zo. Oké? Okay? Ja. Niet bij alle beesten, maar bijvoorbeeld bij muizen. En bij ratten is dat wel zo. Daarom vermenigvuldigen die zich ook gelijk zot. Ja. Het is in alles eervol en deze wetten zijn ter ondersteuning van de eer ervan. Het was vereist dat een goddelijke verordening onderworpen zal zijn aan goddelijke regels en beperkingen. Vooral omdat het één ding betreft waarbij de corrupte aard van de mens even geschikt is als in wat dan ook om opzettelijk en omstuinig te zijn in zijn verlangens en ongeduldig van controle. Man, in welke tijd leven we vandaag, 2019? Het draait hier op deze aarde nog alles alleen maar om seks? Ja. Genderagenda, wat al niet meer de seksagenda of zo genoemd wordt, maar men vindt een nieuw woord uit dat ook al door kinderen gemakkelijk uitgesproken kan worden, die zelfs niet weten wat ze daar dan zeggen, maar dat neemt een taboe weg. Ja? Ja. En
het is toch alleen nog maar de hele genderagenda. Als je daar een keer serieus een keer over nadenkt. En zelfs niet, je moet zelfs niet in de Bijbel geloven om dat een keer te begrijpen. Als je sodomie, dus homoseksualiteit, zowel man met man als vrouw met vrouw, gaat legaliseren. En als die mensen voor hun zogenoemde rechten daarvoor gaan vechten en op straat gaan. En het homohuwelijk en lesbische huwelijk en al die ganze termen die je in deze wereld wilt gebruiken, daar allemaal gebruiken. En dat overal in de kranten staat en op de televisie groot uitkomt. Jong, wat die mensen in hun slaapkamer doen, wat heb ik daarmee te doen? Ja, ja. Hier wordt de seks constant naar buiten gebracht. De ja. hele wereld wordt versext. Dat is toch de indruk die ik daarvan heb. Hoe zit dat met jullie? Zeg ik niet, want ik wil ja geen one-man show doen. Ja, ik heb er ook al een aantal beschouwingen over gehouden. Dat het daadwerkelijk, dat hetgene is wat erachter zit bij dat gebeuren met de homoseksualiteitspropagatie. Dat het wordt gedaan alsof het hier gaat om een groep die achtergesteld is. En die zielig is en die gediscrimineerd wordt. En daar moeten we begrip voor hebben. Terwijl het hele punt is dat iemand als X, als ik... Ik interesseer me niet voor het seksleven van een ander. Juist, dat zou nog moeten zijn. Ja, dat is toch. Ik zat een keer in het café en ik was aan het praten met een vrouw. En ik had met haar een keer een potje schaak gespeeld. En dat was best wel leuk. En ik wou misschien die avond nog een keer een potje schaak spelen. En ik zei zoiets. En toen zei die vrouw tegen mij. Ja, maar ik ben lesbisch. Wist je dat wel? En toen dacht ik, wat krijgen we nou? Ik vraag jou om een potje te schaken. En denk je dat ik bezig ben met... En ik wil helemaal niet weten dat ik je lesbisch bent. Ik wil het ook niet weten van een heteroseksueel iemand... dat hij de avond daarvoor fijne seks heeft gehad. Het interesseert me niet. Ik vind het stuitend als ik dat soort dingen ongevraagd te horen krijg. Ik vind het daadwerkelijk onaangenaam. En ik heb ook niks meer tegen die vrouw gezegd. Ik denk, nou, als je zo begint, is het afgelopen. Zo denk ik erover. En dat is denk ik normaal dat je er zo over denkt. De Bijbel, Perry, bevestigt dat je correct denkt. Oh. Hebreeën, kapitel 13, vers 4. Marriage is honorable in all, and the bed undefiled. But whoremongers and adulterers God will judge. Ja. Zoeken we dat eens een keer eventjes op in de Statenvertaling. Nieuwe Testament, Hebreeën. Oh, Hebreeën 13, vers, wat was het? 4 zeker, hè? Het huwelijk is eerlijk onder allen, het bed onbevlekt. Maar hoereerders en overspelers zal God oordelen. Ja. Als je deze zin nu eens een keer volledig gaat ontleden om het perfect te verstaan, wat wil dat zeggen? God legt geen regels op. Wat één man en één vrouw in onderlinge toestemming in hun slaapkamer doen, daar kan God niet schelen. Ja. Die twee gaan één vlees worden. Op welke manier ook, dat kan hem niet schelen. Het is één man en één vrouw, zo hoort het. De Romeins-Katholieke Kerk merkt zich daar wel in. En zegt van, oh, je mocht seks alleen maar hebben in de missionarische positie, want dat is best om kinderen te krijgen. En je mocht seks alleen maar hebben als je kinderen wil hebben. En je mocht dit niet doen, en je mocht dat niet doen, en je mocht zo verder niet doen. En door al die beperkingen op te leggen, gaan de vrouwen in één keer zeggen van, malleke, dat kan je met mij niet doen. En waar gaat de man zeggen van, dan ga ik wel de uur, nee, en dan ben ik weg. En dan is overspel daar. En daardoor wordt de wereld zoals ze is. En de volgende dag, als de man iets met zijn vrouw gedaan heeft, dan gaat hij op zijn werk tegen zijn maten vertellen. En dan gaan ze er allemaal over gaan klappen. En wat is dat? Huwelijkbed wordt bevlekt. Want die dingen die in het huwelijkbed gebeuren, die hebben buiten dat huwelijksbed, die hebben buiten de slaapkamer, niks te zoeken. Ja. En de hele genderagenda die wij vandaag de dag leven, gaat alleen maar daarover om dat zogenoemde huwelijksbed, dat er lang geen huwelijksbed meer is, naar buiten te brengen. Om pornografie naar buiten te brengen. Om die hele seksuele afval naar buiten te brengen. Man, ik reed me hier in rage. Ik kan het ook niet helpen. Hè? Maar dat, ik vind me daar echt over op. Hè? De morele verval die deze maatschappij tegemoet gaat. Zonder het in feite te beseffen.
En dat is alleen maar het werk van Satan, hè? Die hier weer tegen Hebreeën 13 ingaat. Het huwelijk is eerlijk onder allen, onder de man en de vrouw die daarin overeenstemmen. Het bed is onbevlekt, daar kun je doen wat je wilt. Ja. Niemand heeft zich daarmee te moeien. Maar hoereerders en overspelers zal God oordelen. Ik weet, Perry, dat je daar verschillende beschouwingen over gedaan hebt. Dus daarom hoopte ik dat jij een beetje hier ook zou kunnen invallen. Ja. En dingen daarover kunt zeggen. Ja. Nog even voor de kijkeraars hier in Arnhem. Is er een, toevallig vandaag ben ik er overheen, weer eens overheen gelopen en weer irriteerde mij dat. Is als ze een voetgangersoversteekplaats hebben ze dan homofee gemaakt, om het maar eens even op zijn Engels te zeggen. En dan regenboogkleuren en dan niet meer een poppetje wat stilstaat of een poppetje wat loopt. Nee, een stelletje wat stilstaat en ook nog hartjes ertussen. Dan zie je twee mannetjes met een hartje ertussen en dan gaan die mannetjes hand in hand lopen en aan de andere kant twee vrouwtjes. En dan denk ik, ja, mag ik hier wel oversteken als hetero? Waar slaat het op? Wat heeft seks nou te maken met het openbare leven? Ja. Heb je dat dan daar in jouw buurt waar jij woont ook, Michael? Van die homoseksuele... Nee, daar is dat niet. Ik ben niet uit de buurt van Keulen. Keulen, ja. In Keulen heb je dat dus. Ja, maar kijk, als je een straat oversteekt, Perry, als je een straat oversteekt, sorry Michael, je mocht direct verder gaan, want die gedachte moet er eventjes uit. Als je een straat oversteekt, dan gaat er naar de andere kant, hè? Dan zeilen je van het andere oever, hè? Zoals ze zeggen. Ja, precies, ja, dat zeggen we in Nederland ook, ja. Maar ga maar door, Michael, jij was aan het bord. Ja. Die hele tijd, daar heb ik een gedachte op van Noah en hem hier. En daar dacht ik, dat is een heel bekende ding, die heb ik doch iets gehoord. Waar war dat nou? En daar kam ik vandaan, dat is Oedipus. Ja. Ja? Dat is die Griekse mythe. Ja, precies. En die is bekend door Sigmund Freud, ja, die zogenoemde Oedipus-complex. Mhm. Ja, waar hij dacht, hij kon dat Oedipus-complex nieuw ontwikkelen en vertellen. En dat is dan zijn ervaring en dit en dat en zo. Er probeerde die psychoanalytiek van Freud en Jung, probeerde deze vreemde zaak van abnormale seksualiteit te verklaren en dus het zo te vertellen en te verklaren dat het heel normaal is dat die man zo denkt of doet. Ja. Ja? En ik denk dat is ook in deze manier misschien een manier om de Bijbel zu verleumden. Ja, ja te beduimelen. Te, ja. In het discrediet te brengen. Door het slijk te trekken. Door het slijk te trekken. Ja. En wat me nu ook te binnen schiet is dat, als ik het wel heb hoor, maar dat in die Babylonische mythe van Tammuz. En dat zijn, ja, precies. En dat hij dus iets heeft met zijn moeder. En dat zijn moeder eigenlijk niet zozeer met haar zoon seksuele gemeenschap heeft, maar dat die zoon eigenlijk zijn vader is of zo. Dat zit ook heel ingewikkeld in elkaar. Ja, dus Nimrod is gestorven. Ja. En werd in verschillende delen gehakt. Ja. En Semiramis heeft geprobeerd al die delen terug te vinden. En op één na heeft ze het ook gevonden. Het 13e deel is dat wat wij vandaag de dag als obelisken overal in de wereld tegenkomen. Verder moet ik daar niet op ingaan. En ze heeft dan gezegd dat Nimrod de zonnegod is. Dat hij dus heropgestaan is in de zon. En dat zij door de zon is zwanger gemaakt. En ze had een kind geboren. Dat was Tammuz. En daarmee is ze ook naar bed geweest. Ja, precies. Dus het is ook weer de moeder die dan seks heeft met haar zoon. En wat ik nu ook even van het hart moet, is dat mijn vader, die heeft, toen hij nog leefde, heel lang geleden, toen we klein waren, heeft hij zich verdiept in het fokken van honden, tackles, daar was hij mee bezig. Dashhund. En mijn vader heeft mij uitgelegd dat bij het fokken kan het heel goed zo zijn dat je een reug gebruikt om een van zijn teefjes,
kinderen dus, meisjes, vrouwen, dat die vader, die reu, dat hij dan een vrouwtjes kleine hond dekt. Dat kan. Dat is zelfs gebruikelijk. Als je dus een hele goede reu hebt, dan is het normaal als fokker dat je die hele goede reu gebruikt om een vrouw in een teefje te dekken wat hij zelf verwekt heeft. Dat gaat goed. Daar moet je niet overdrijven, maar het gaat goed. Dus gelijk wat ik daar juist met de ratten zei. Hè? Ja, maar wat zonder meer heel gevaarlijk is, is dat je het andersom doet. Dat je een teefjes, een moeder gebruikt en die dan kruist met een van haar kinderen wat een reutje is. En dat gaat in bijna alle gevallen niet goed. Dat is een wetmatigheid onder hondenfokkers die men kent. Dat je dat absoluut niet moet doen. Je moet dus niet een teef kruisen met een van haar kinderen. Maar dat kan je wel doen met een reu. Dan moet een mens zich daar zeker ook aan houden. Hè? Dat is het. Ja, ja. En dan kom ik weer terug op waar Michael net mee kwam. Dat merkwaardige verhaal aan het einde van dat verhaal van Lot. Mm. Waarbij Lot dan dronken gevoerd wordt door zijn oudste dochter. Ja. En dat zijn oudste dochter dan zijn zaad neemt. Ja, precies. En dan is het excuus wat in het boek gegeven wordt, is dat de mannen in die dagen waar Lot en zijn dochters toen woonden, dat die mannen stuk voor stuk niet goed genoeg waren. En dat die dochters dan besloten, ja, dan maar liever het zaad van vader. Als ik dat wel begrepen heb. Maar het is een heel merkwaardig stuk van de Bijbel. Dat is een lezing voor de toekomst. No? Daar komen we misschien ooit naartoe, ja. Als we aan dit tempo doorgaan, gaat dat waarschijnlijk nog tot 2022 duren. Daarvoor persoonlijk mijn excuses. Niet mijn fout. Ik ben niet. Nee, ik weet. Jou was je handen in onschuld, Michael. Ja. Dat is altijd maar de boze Jorg die het gedaan heeft. Want die komt altijd met zo van die dingen aftrappen. Dat hoort niemand niet afkomen. Dan zegt hem van, wat kan die nu in ene keer weer uitleggen? Waar haalt die dat vandaan? Ja, en omdat de mensen graag willen weten waar ik het vandaan haal, zeg ik dan ook waar het vandaan komt. In dit geval is het dus van het commentaar van Matthew Henry. En komt het van het verstaan van Korinther 5:1, dacht ik was het. Korinther 5:1 te verbinden met wat wij juist gelezen hebben. En dat is gewoon schitterend interessant, vind ik persoonlijk. Hè? Oh, ja. Het was Korinther 5:1. Ja, 1 Korinther 5:1. Ja. Daar stond het erin. Het was vereist, gaat Matthew Henry door, dat een goddelijke verordening onderworpen zal zijn aan goddelijke regels en beperkingen, vooral omdat het één ding betreft waarbij de corrupte aard van de mens, die er nu eens een keer een kwaad hart heeft van beginnen, wie kan het weten, even geschikt is als in wat dan ook om opzettelijk en onstuimig te zijn in zijn verlangens en ongeduldig van controle. Ja. Zie, hence, met andere woorden, onze genderbeweging van de 21ste eeuw. Ja, zonder meer. Toch zijn deze verboden, naast de zo door een onbetwistbare autoriteit zijn uitgewaardigd, op zichzelf zeer redelijk en billig. Door huwelijk zouden twee één vlees worden. Daarom konden degenen die voorheen in zekere zin één vlees van nature waren, niet zonder de grootste absurditeit per vlees één vlees worden. Want het instituut was ontworpen om degenen te verenigen die voorheen niet verenigd waren. Ja. Het huwelijk stelt gelijkheid tussen man en vrouw. Is zij niet uw metgezel? Uit uw zijde verwijderd, hè, uit de rib genomen. Ja. Daarom, als degenen die voorheen superieur en inferieur waren zonder huwen, wat in de meeste van de hier beschreven gevallen het geval is, zou de orde van de natuur worden weggenomen door een positieve instelling die geenszins mag worden toegestaan. De ongelijkheid tussen meester en dienaar, nobel en onwetend, is gegrond in instemming en gewoonte en er wordt geen kwaad gedaan als dat wordt weggenomen door de gelijkheid van het huwelijk. Maar de ongelijkheid tussen ouders en kinderen, ooms en nichten, tantes en neven, hetzij door bloed of huwelijk, is van nature gegrond en is daarom eeuwigdurend en kan niet zonder verwarring worden weggenomen door de gelijkheid van het huwelijk, waarvan de instelling, hoewel oud, volgt op de orde van de natuur. Ja. Geen gelijkwaardige relaties zijn verboden, behalve broers en zussen, door volbloed of halfbloed of door huwelijk.
En hierin is er niet dezelfde natuurlijke absurditeit als in de eerste. Want Adams zonen moeten noodzakelijkerwijs hun eigen zusters hebben getrouwd. Gelijk dat straks al zei, hè? Mm. Hoe hebben we anders de hele wereldbevolking kunnen krijgen? Natuurlijk op die manier. Maar het was vereist dat het door een positieve wet onwettig en verfoeilijk zou worden gemaakt voor het voorkomen van zondige vertrouwdheden tussen diegenen die in de dagen van hun jeugd verondersteld worden samen in één huis te wonen en toch niet kunnen trouwen zonder één van de intenties van het huwelijk. Dat is de uitbreiding van vriendschap en interesse. Als elke man met zijn eigen zuster zou trouwen, zoals ze van generatie op generatie zouden kunnen doen als het geoorloofd was, zou elk gezin en wereld op zichzelf zijn en zou worden vergeten dat we leden van elkaar zijn. Ja. Ja, je hebt dus deze vermengeling nodig. Ja? Mm-hmm. Het is zeker dat dit door de meer nuchtere heidenen altijd als een zeer beruchte en afschuwelijke zaak is beschouwd. En degenen die deze wet nog niet hadden, waren hierin een wet voor zichzelf. Het gebruik van de verordening van het huwelijk voor het beruttelen van incestueuze mengsels is zo ver dat ze niet gerechtvaardigd worden of hun schuld verzacht, dat het de schuld van het ontheiligen van de verordening van God toevoegt en dat prostitueert aan de slechtste doeleinden die werden ingesteld voor de edelste doelen. Maar onreinheid begaan met een van deze relaties buiten het huwelijk is ook zonder twijfel hier verboden. Buiten het huwelijk, ja? Elke seks buiten het huwelijk is ontucht. Ja? En niet minder bedoeld dan de eerstgenoemde. Zoals ook alle wulpse koets, moedwillige dalliants en wat dat ook mogen betekenen. En alles. Soms is Google vertaalt hem ook niet alle woorden. Ja. Diligence is dat woord waarschijnlijk hier in Engels, veronderstel ik. Mm-hmm. En alles wat op dit kwaad lijkt. Relaties moeten van elkaar houden en vrij en vertrouwd met elkaar moeten praten. Maar het moet met alle zuiverheid zijn. En hoe minder het door anderen wordt verdacht van het kwaad, des te beter moeten de personen er zelf voor zorgen dat Satan geen voordeel tegen hen krijgt, want het is een zeer subtiele vijand en zoekt alle gelegenheden van ons. Ik zou het nu nog tot het einde kunnen doorlezen, maar ik bespaar me dat. Die laatste twee zinnetjes hier. Ik zou iedereen een keer aanraden, bezorg je eSword. Dat is een programma, dat kun je gratis van internet downloaden. En dan ga je telkens op die vers die je wilt lezen. En als je dan hier bij Commentaries Matthew Henry inschakelt, je hebt ook nog F.P. Myers, Matthew Henry inschakelt, dan krijgt hij overal die commentaren van hem. En dan kun je dat nalezen, dat is dan in Engels, maar we willen hier ja geen pure Engelse Bijbelstudie doen, vandaar dat ik gezegd heb van, ik ga dat eventjes met Google Translator vertalen. Ik hoop dat dat een klein beetje licht op de zaak geworpen heeft. Ik hoop ook dat het een klein beetje licht op die zaak geworpen heeft, als ik u verteld heb van Mose, waar hebben we dat hier? Moet nog eens een keer teruggaan. Was dat hier? Ja, Mose, Leviticus 18, dus derde Mose, vers 6. Niemand zal tot enige nabestanden zijn vlees naderen om de schaamte te ontdekken. Ik ben de Heere. En dan vers 8, zo belangrijk. Je zult de schaamte der huisvrouw uws vaders niet ontdekken. Het is de schaamte uws vaders. Met andere woorden, zoals de Koning James Bibel dat zegt. Waar heb ik die weer ergens open? Hier. Genesis 22, waar we stonden, en Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father and told his two brethren who thought. Nu, ja. Ik ga dat nu een keer tot een conclusie brengen en dan kunnen jullie graag nog een keer iets anders daarover gaan zeggen. De conclusie die we hieruit moeten trekken is het volgende. Waarom staat hier Ham, the father of Canaan? Omdat Canaan dus de offspring was, of de vrucht was, die voortkwam uit deze buitenechtelijke relatie van Ham met de vrouw van zijn vader. Ja. Daarom wordt Canaan hier vernoemd. En daarom wordt dan ook in vers 25 Canaan hier vervloekt. Maar dat zal denk ik voor een andere Bijbelstudie zijn, veronderstel. Want dit was al zware kost voor veel mensen om te verteren. En ik stel voor, Perry, je mocht van mij gerust de scherm terug overnemen. En mocht dan de zending tot afsluiting brengen voor vandaag. Nou, ik pak even het scherm erbij.
Hebben jullie het scherm weer in beeld? Mijn scherm? Niet, nog niet. Oh. Alleen een klein. Oeh. Even kijken, want ik heb hem toch. Nee, ik sta hier wel op gedeeld. Dus... En kan jij hem zien, Michael? Ja. Oh, oké. Okay. Nee. Nou, oh, oké, okay. Nu heb ik het dubbel op geklikt, nu gaat het. Ja, dat is goed. Ja. Doe maar. Ik vond het een onverwacht interessante bijbellezing. Wat ik vooral erg tof vond, is dat we in één vers, en dat met de voorbereiding van Jurk erbij, bij deze dus ook dankjewel Jurk voor de voorbereiding die je hebt gedaan. Ik heb weer hier een hele hoop van opgestoken en heb het idee dat ik nu deze versen beter begrijp en ook beter voorbereid ben op het begrijpen van de versen die hierna gaan komen. Ik moet het wel nog even op me in laten werken om het allemaal te gaan begrijpen. Omdat er zitten dingen bij die echt voor mij volslagen nieuw zijn. Die ik echt niet in begrepen heb tot nu toe. En dat is de bedoeling van een bijbelstudie, broer. Ja, ja, dat is juist ja, de bedoeling van een bijbelstudie. Nieuwe herkentenis te gaan winnen door van de Heilige Geest in alle waarheid geleid te worden en ineens dingen te verstaan die men eerder niet verstaan heeft. Maar het is zware kost, ik geef het jou. En dat je dan nog een keer over moet lezen, prima. En daar kunnen we volgende keer ook zeker nog een keer op ingaan, als je dat een beetje verteerd hebt. En als Michael dat ook nog eens een keer een beetje bijgelezen heeft, want één jaar daartussen is veel met al die dingen die we ondertussen gedaan hebben. Mm-hmm. En voor mij was het ook ook heel ver weg, maar het kwam allemaal direct terug als ik het begon te lezen zojuist. Maar ja, ik vond het ook echt schitterend interessant, schitterend spannend vandaag. En ik ben benieuwd of dat we eens een keer commentaren krijgen hieronder op deze video. Oh, dat hoop ik ook, ja. Want het is er weer een tijdje terug dat er iemand gereageerd heeft op ons werk. Maar ik heb het al eerder gezegd en Michael heeft dat ook al een keer gezegd. Al is het er maar één die door ons geïnspireerd wordt in iets, dat kan al genoeg zijn. Ik heb hier een goed gevoel bij het werk wat wij doen. En ik stop er graag mijn energie in. Hey Michael, wil jij nog wat zeggen tegen de kijkeraars, de luisteraars, voordat we gaan stoppen? Ja, bedankt voor het luisteren. En ik denk dat dit is een heel exclusieve content in Nederlandse taal. Ik denk niet dat iedereen heeft dit verteld, dit verhaal. Ja, en daar ben ik ook... heel benieuwd welke luisteraars daar een commentaar gaan plaatsen. Mm-hmm. Lijkt me ook superleuk. Nou, beste kijkeraars, luisteraars. Ik net als met Michael en Jurk wacht ik samen met hun op een reactie. Lijkt me ontzettend leuk. En al krijgen we die niet, we gaan toch gewoon verder lekker door. Volgende keer met vers 23. En wij gaan door tot het bittere einde. Het is het, openbaring. Ik denk niet dat we dat gaan halen op dit tempo. Maar dat hoeft ook niet. De tijd die wij hier aan ons spanderen, dat is een welbesteden tijd. En tegen jullie zeg ik heel traditiegetrouw op zijn hamburgers. Tjus! En tot de volgende bijbellezing.